Ik heb beloofd het wat kort te houden om de simpele reden dat we hier een bijzondere spreker hebben. Maar niet voordat ik gezegd heb dat die Rembrandt Experience waar ik het vorig jaar over had, nog altijd op het programma staat. Dat na deze zomer er werkelijk werk gemaakt wordt van het vinden van fondsen en sponsors. En dat wordt gedaan door een groepje mensen die dat ook gewend zijn. Dus ik heb er alle vertrouwen in dat dit in de komende tijd gaat gebeuren. Voor degenen die dat niet weten, Rembrandt Experience is een soort van heel mooi bezoekerscentrum. Waar heel hedendaags door Rembrandt zelf verteld wordt hoe zijn tijd was hier in Leiden. Maar daar gaat u in de loop der tijd absoluut meer van zien en horen. Maar ik geef graag nu het woord aan een nieuwe wethouder van cultuur die we hebben. Want we hebben er natuurlijk een paar jaar lang eentje gehad die regelmatig kwam hier. Meneer De Haan, Jan-Jaap De Haan, die is er nu niet meer. Althans, hij is er zelf wel, maar niet meer als wethouder. Maar we hebben nu een nieuwe cultuurwethouder en daar zijn wij in ieder geval heel gelukkig mee. Dit zijn wel die dingen die je soms niet uit kunt leggen in je stad. Ik heb dat ook altijd een beetje op 2 oktober naar de optocht staan te kijken. Maar dit is ook wel zo'n moment dat... Sta je dan met zo'n groepje bij Rembrandt? 15 juli 1606, inmiddels 408 jaar geleden. Vlakbij werd hij daar geboren. Rembrandt Harmanszoon van Rijn. En deze stad worstelt eigenlijk altijd een beetje met... Kunnen we nou trots op hem zijn? Hoort hij nou bij onze stad? Omdat hij, ondanks dat hij hier alles geleerd heeft... en zijn atelier heeft gehad... en hier als meester alweer... zijn eerste talenten daarna voortbracht, waarvan je overigens nu de schilderwerken kunt zien in de Lakenhal van Gerrit Douwe, die zijn er nog tot eind augustus te zien. Maar er zit ook altijd een beetje dat dubbele gevoel, want hij ging wel weg op 25-jarige leeftijd. En toen verliet hij Leiden. En mogen wij daarom zeggen dat we trots op hem zijn? En dat hij bij Leiden hoort? Of hoort hij, omdat de meeste grote werken in Amsterdam zijn gemaakt, althans degene die bekend zijn geworden, hoort hij daarom meer daar? Voor mezelf staat eigenlijk, als je naar Leiden kijkt, als ik was op een rij zet hoeveel 25-jarig talent deze stad verlaat, dan zijn dat echt heel veel mensen. En dat komt ook omdat hier ook heel veel talent binnenkomt als ze ongeveer 17 en 18 zijn. Dat hoort een beetje bij Leiden met die oudste universiteit waar Rembrandt, toen die universiteit 45 jaar oud was, ook nog even gestudeerd heeft. Hier komen ze heen omdat ze ambities hebben, omdat ze hun talenten vormgeven, omdat ze geïnspireerd raken, omdat ze... de dingen ontdekken dat als je ze later, als ze 40 of 50 zijn en vragen wat was nou eigenlijk de mooiste tijd, de belangrijkste tijd van je leven, eigenlijk altijd weer terugwijzen naar ja, Leiden, toen, mijn studietijd, daar waar ik het heb geleerd, waar mijn inspiratie is gebeurd. En dat is de tijd waar Rembrandt in Leiden was. En ik vind dat onze stad daarom altijd, ongeacht wat hij in Amsterdam heeft mogen doen, heel erg trots kan zijn dat hij hier, in deze stad is geboren, dat hij hier zijn talent heeft ontdekt, dat hij hier zijn talent heeft vormgegeven, die ambities heeft kunnen vormgeven. En daarom moeten wij blijven claimen dat deze man een echte Leidenaar is en dat hij hier hoort en dat wij zijn verjaardag mogen vieren. Ik zie dat de glaasjes rondgaan. Volgens mij heb ik het redelijk naar 12 uur volgepraat. Ja, ja. Ja, we gaan eerst de kans geven. Okay. En dan pas drinken. Ja, ja. Ik zou je alvast een glaasje geven. Die trotsheid wel mogen vieren van onze Leidse zoon. Links, ja, ik ben links. Ik ook. Hoe moeten we dat dan doen? Hoe moet je eigenlijk? Ja. Hebben jullie ook elk jaar weer deze verbazing? Ja. Kommertje. Doen we dit aan de bovenkant of juist aan de onderkant? Hij schuin dat moet daar. Zo. Dat moet hier. Oh, zoiets? Zo. Ja! Oh, god. Ja, 1, 2. Nee. Heb je nog? Nee. Ja. Ik kan die meer. Ja, een lammetje. Ja. Oh. Ja, prachtig hoor. Zo goed? Ja. Even wachten, de rode linten. Klaar. Is dat een reetje? Ik dacht ja, dat was Rembrandt. Klasse jongens. 4-9. Dankjewel. Neem hem even. Jongens, mag ik dan? Mag ik jullie aandacht even jongens? Want we hebben nog niet geproost op Rem. Ja. Rem, daar ga je jongen. 408 jaar van harte gefeliciteerd. Ja. Santé. Santé. Proost. Santé. Ja, blijf.